Goedemorgen, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. De bewolking van gisteravond heeft plaatsgemaakt voor tijdelijke opklaringen. Maar er komt alweer een nieuwe storing aan. Dat betekent dat het niet de hele dag rustig blijft. Maar vanochtend wel, met hier en daar wolkenvelden, soms wat opklaringen en een beetje zon en een temperatuur van een graad of 4. De wind begint langzaamaan al wat toe te nemen en vanmiddag staat er in het kustgebied een harde wind, windkracht 7. Bewolking wordt geleidelijk dikker en in de tweede helft van de middag valt er in het westen al regen. 7 graden staat er op de thermometers. Vanavond trekt de regen oostwaarts, laat in de avond klaart het in het westen alweer wat op, temperaturen een graad of vijf, en de wind begint voorzichtig ook weer wat af te nemen. Dan herhaalt het weer zich morgen met in eerste instantie bewolking. Met wat zon, later regen en een toenemende wind. In de namiddag en avond staat er bij zee een harde tot stormachtige wind. En er is zelfs een kleine kans op een stormkracht 9. Ook donderdag nog veel wind. Periode met buiige regen. Soms een kleine opklaring tussendoor. Vrijdag en zaterdag is er iets meer ruimte voor zon. Maar ook dan blijft het wisselvallig. Temperaturen lopen op. Zaterdag naar 10 graden of meer. En zaterdag staat er ook weer veel wind. Ik ben Marco Verhoef. Van weerplaza.nl